Ik ben Mariet Hulshoff, ik ben docent tekenen en handvaardigheid en ik ga jullie even iets vertellen over beeldende vorming. Als je hier op school komt, krijg je een tekendoos waarvan alles in zit. Er zit verf in, we gaan een kleurencirkel maken. Er zit Oost-Indische inkt in, er zit krijt in. Dus we gaan van alles maken met allerlei materialen. In de tweede klas gaan we werken met hout en met klei. En dat betekent, je mag je eigen creativiteit uiten in dit geval een huis, een vogelhuis. In de derde klas gaan we bezig met zowel tekenen als ruimtelijk. Hier zijn twee jongens, die hebben een heel mooi portret gemaakt van, zoals jullie vast al wel gezien hebben, Vincent van Gogh en het meisje met de parel. Ze hebben zowel creativiteit als techniek samengebracht in één werkstuk. En heb je zoiets van, wow, dit vind ik helemaal te gek, dan mag je kiezen in de vierde klas voor het vak handvaardigheid als eindexamen. Ik overhandig je heel graag zo'n dummy, zodat jij aan de slag kan met al je creativiteit die je hierin op mag tekenen en later uit mag voeren. Ik zie je graag terug. Doei!